Mogelijke wijzigingen in de Sranang-Tongo-taal kunnen de taal in het water laten vallen. Ook kan het zorgen voor duidelijke verwarringen in de toekomst. Het gaat in deze over de voorstellen tot wijzigingen die zijn gedaan door de commissie Spellingcommissie onder voorzitterschap van Renate de Bies. Helmut Gesius, trekker van het collectief Shoro, zegt dat alhoewel er voorstellen zijn waarin de groep zich terug kan vinden, sommige voor mogelijke taalobstakels kunnen zorgen. Shoro is een groep bestaande uit verschillende individuen die bij elkaar zijn gekomen vanwege de collectieve kritiek op de voorgestelde wijzigingen. Shoro vreest voor de toename in verwarring die kan ontstaan. De klankfamilie van bepaalde woorden komt hierdoor in de war te staan of wordt mogelijk losgelaten. Dus meer nog dus dat er verwarring kan ontstaan. Eén, dat iets waar eigenlijk veel actieve taalgebruikers zich al in konden terugvinden en gebruik van maakten. Iets wat al door deskundigen jaren geleden is uitgedokterd. En die wat rust bracht in de taal. Met die voorgestelde wijzigingen worden we weer teruggebracht naar de jaren van voorheen, waar er geen eenduidigheid bestond nog voor het weergeven van bepaalde klanken met bepaalde lettertekens. En dat is voor ons wat dat betreft verspilde energie, omdat er al wat rust was wat dat betreft. Maar juist kwesties die nog spelen, zoals dus die diftongen, zoals ik dat aangaf, van gaan we D schrijven met D-E-Y of D-E-I. Uit het gevoerd dialoog met minister Henry Ory van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur kan worden geconcludeerd dat er vervolgdialoog zal plaatsvinden. Het doel is om beide kanten aan te horen en te komen tot een middenweg over wat de volgende stappen moeten zijn. We hebben in elk geval, zijn we er positief over dat minister Ory in elk geval een luisterend oor heeft getoond. En dat wat hem betreft er een gesprek volgt om in alle openheid en zakelijkheid, zoals hij dat aangaf, de discussie die er nog is rond de spelling, om dat in alle openheid en zakelijkheid te bespreken. Gesius benadrukt dat de houding van de Shoro niet één is van weerstand of vijandschap, maar oprechte bezorgdheid.